eens kijken. Je bent nu live. Kijk. Ik zie me erger. Zie je erger? Ik hoor het ook. Geluid uit, jongens. Ja. Ik hoor mezelf hier ook nog. Ja, grappig. Nou, even checken hoe het qua geluid zit. Dat gaat volgens mij wel goed. Even. Kijk, ik zie hartjes. Gaat ook goed. Ik zie de 4 personen zijn online, dus het zou ook moeten kunnen kloppen. Oh nee, kan ik dan zien wie het zijn? Ja, jullie zijn online. Wat leuk, gezellig. Yay. En als je dan iemand dan een vraag of zo stelt? Nou, je kan dan volgens mij tikken, laat maar zeggen. En dan zie je onderin een, hoe heet dat, een vraag. Ah, dus dan kan je toch eens goed hier komen zitten? Om daar die vraag te tikken bedoel je? Ja, hier kan je toch op mijn telefoon meekijken. Oh, ja. Je hoeft niet schrijvend te antwoorden. Gewoon praten. Dan ga jij lekker hier zitten ofzo. Ga ik op de kop zitten? Ja, nou, dat wel. Jij bent de organisatoriol. Maar ik moest even te kijken of we moeten scherp zitten ofzo. Cool, hè? Ja. Dat hij wat trager is. Ja. Nou ja, prima toch? Zo, je stoel is alvast voorverwarmd. Lekker. Welke kant vind ik beter, aan die kant of aan die kant? Zo jij maar. Wat jij wil. Wat jij wil. Alle kanten. Nog even een paar hartjes. Ja. We zien hier 4, dus dat betekent dat wij nog... Kijk, proost. Krijgen we alvast een eentje. Dank je. Ik ga nog een drankje aan om een biertje. Ja, nog een biertje. Ja? Joh. Gaan we rustig gaan starten, lekker formeel. Nou, en hoe gaan we hier nou mensen... Oké, kunnen we toch nu op Twitter delen? Hoe gaat dat niet automatisch dan? Nee. Hoe zie jij dat scherm? Oh. Kijk. Wat gebeurt er allemaal? Oh, doepsie. Als je wat wil drinken... Staat, is de eerste koelkast in het hoekje, dan staat ook unit 1.13. En wat deed ik dan eigenlijk? Joanna. Oh, hartje. Oh, ik ging hier op 10. Proost. Ja. Oh, en dan kan je zien. En dan zie je je deel. Zullen dit gelijk ook trekken of gaan we niet eten onder het... Ja, dat ziet er heel lomp uit op tv, hè? Je kunt deze uitzending ook zeggen. Nou, je kan het wel in bakjes doen ofzo, toch? Nee, maar als je gaat... Hier, deel op Twitter. Deel op Twitter, ja. Ik kan nu niet delen natuurlijk. Ik heb al 97 hartjes gegeven. Blijkbaar. Okay. Gebeurt er al wat? Oh, je zei dat echt een deurtje. Even de deur dicht doen. Wat leuk dit. Ja, en het allerleukste ervan is dat je ook niks eruit kan knippen ofzo. Nee, je stuurt alles wat er staat. Laten we zeggen. Dus alles wat we nu zeggen, staat daar voor een linkje in de herhaling zien. Ja. Heb je hem al gedeeld? Maar ik zit te kijken waar zij nou op mij zitten. Heb ik een houten weg? Oh, sorry, die had ik je al gegeven. Kan het niet. Staat op film, hè? Dat heeft niet. Ik was even kijken of jullie opletten. Proost. Ja, proost. Proost. Op de vrijdag. Proost, Vos. Cheers. Oh, sorry. Proost, hè? Proost. Ja, toch? De eerste vrijdagmiddagvragen. Ja. Maar ik zie nog geen vragen. Nee? Misschien dat we zelf wat Misschien moet nog komen. Nee, soms moet je altijd even wachten voordat het binnenkomt, zou ik nou maar zeggen. Zie je een hartje? Of gaf jij die? Het is allemaal nog even nieuw. Even kijken hoe het... Ik gaf hem niet. Nou ja, hebben jullie vragen aan mij? Ja, ik vind het wel heel leuk om te weten hoe je op dit prachtige initiatief gekomen bent. Hoe ik erop ben gekomen? Ja. Hoe is het ontstaan? Het ontstond bij mij een beetje omdat ik workshops volgde, laat maar zeggen, en daarna merkte van... het is niet... Het is voor mij niet... hoe heet dat? Ik kan er niet genoeg kennis aan overhouden, want ik vergeet het weer. Ik heb te weinig opvolging en dat soort dingetjes. En, toen dacht ik van, als ik nou iets maak waar je die kennis nog kan terugzien, trainingen kan volgen en dat soort dingen, dan blijft het beter hangen. Weet je? En ik denk, nou dat kunnen we online doen. En daar wil ik een leuk netwerk omheen hangen van mensen die die kennis gaan delen. En ik wil ze wat meer face-to-face zien en zo kwam het eigenlijk te sprake om een cafeetje te beginnen met beeldmakers. En maak dus kennis met die mensen, zeg maar. Superleuk. Ja? En nu wil je dus elke week, 2 weken, 4 weken? Ja, op de vrijdagen zeg maar. En dan nu eventjes proberen om de 2 weken. Ik denk om zoiets op te doen. Ik denk dat het wel leuk is. En misschien groeit het wel uit naar iets in de week. We zien het wel. Of 1 keer in de maand. Het is een beetje hoe druk het wordt. En Vrijdagvraag is geboren vandaag. Ja. Leuk. Ja, toch? Absoluut. Voel me net een beetje Umberto Tan zo, voor op zijn tafel. Ja, ja toch? Komt Ed Sheeran zo. Nu nog. Je ziet er wel een stuk beter uit. Ja, ik ga dit zo meteen eventjes ook op Twitter delen met de hashtag Umberto Tan. Nee, maar dan zit je ook aan zo'n tafel natuurlijk, en dat soort dingetjes. Ja. Dus ja, nee. Het is, het café-sfeertje hangt hier ook al een beetje. In die zin, het is gezellig, je komt binnen, het is een tafel. En, we hebben een relaxte ruimte. En daarachterin dan een studioruimte. Ja. Ik vind het wel een fijne ruimte, toch? Ja, leuke het is ruimte om te werken. Een prettige ruimte om te werken, ja, dat kan ik bevestigen. Ja. Zou ik eigenlijk nog wat vaker moeten zijn. Maar. Ja, maar jij bent druk. Dan ben je onderweg naar je klanten, zeg maar. Ja. Dus ja, dan heb je dat. Dat je dan wat alleen zit. Nou ja, Joanna is erbij. Dat is wel lekker. Tot december. Stagiair. Ja, nog een maandje. Mag je zo wel voorstellen? Niet? Durf het niet. Nee, het is maar Periscope. Ja, dat klopt. Kijk, we hebben ook geen volgers of zo. Nee, er zit niemand op. Kijk, dus, dat was natuurlijk. Dat was een beetje de vraag. Ja, ze kunnen het wel terugkijken, zeg maar. Ja, dat is waar. Kijk, hartjes. Ja, paarse ik hartjes. Zit hier de hele tijd... Weet een van jullie aan tafel waarom de hartjes verschillende kleuren hebben? Nee. Omdat iedereen een andere... Je krijgt, laat maar zeggen, iedereen krijgt gewoon een eigen kleurtje dat het makkelijk uit elkaar te halen is. Maar het heeft geen betekenis dat je paarse hartjes geeft, groene hartjes. Nee. Klopt. Want de ene keer zijn ze ook paars en de andere keer zijn ze groen. En ik ben blauw. Ben jij blauw? Nu al. Ja. De Tjapko die is? Tjapko is geel. Ah, geel. Kijk. Ja. Ik begrijp het. Nog eventjes extra testen, dat is goed voor je ranking. Ja, daarom. blijf druk. Als je nou niks te doen hebt, je zit je te vervelen, doe je gewoon je duim. Maar het systeem is niet zo slim dat ze weten van wie al die hartjes komen. Ja, nu van jou. Nee, volgens mij kan je het zien als je omhoog scrolt, zeg maar. Dan zie je, dat is bij jou anders. Kijk, omhoog binnen dingen, nou, dus dan denk ik bij mij. Dan kan ik zien wie er het volgen zijn en of die hartjes telefoon, dus dat moet toch. Ja, maar misschien omdat ik uitzend en jij niet. Misschien dat het daaraan... Want jullie hebben ook al een ander soort beeld, toch? Informatie eronder. Of niet? Gewoon hetzelfde? Ik heb wel een trouwens een stuk lichter dan mij. Kijk, weet je wat daar is. Dan heb jij je scherm niet zo hoog staan. Heavenly Thought. Komt ook uit het gebouw als het goed is, hè? Ja, absoluut. Als ik het goed heb onthouden. Ja, en het mooie van Periscope is toch wel dat je... het is lekker interactief. Maar je kan ook mensen blokkeren als iets raars zegt. Ja, dus dat zag ik van de week Terry White ook doen. Ja. Ja. Die kreeg wat irritante mensen die dat toen doen als sideblock blokkeren en weer. Ja, er was iemand die zei van ik zou graag een poesje willen zijn op je schoot of zoiets. En toen was het blokkeren. Ja. Op zich best een lieve opmerking. Ja. Als je nou zegt een tijger, ja dat is wat anders. Absoluut. Tijger is wel weer wat anders hè. Ja. En wat is nog meer willen vragen? Nou, Barbera, wij kennen elkaar nog niet zo goed, Barbera. Nee, we hebben elkaar net ontmoet. En allebei jij bent beeldmaker. Dus ik ben Barbera Ploeg en ik ben creatief ondernemer, kunstenaar. En vandaag ben ik beeldmaker hier aan tafel, toch? Ja. Maar ik ben illustrator en fotograaf. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Ik ben met Michel in contact gekomen. Met de Obscura fotorace, waar ik de tweede plaats was het, hè? Kijken, moet dat zo doen of zo? Nee, zo hier aan die kant zitten. Nou hangt hij achter in de studio. Ja, tweede plaats. Ja, tweede plaats. Creatiefste serie. Leuk. Ja, dat heb ik gewonnen. Toen ben ik met Michel in contact gekomen. En eigenlijk, ik wil niet zeggen dat we onafscheidelijk zijn, maar... Komt licht in de buurt. Ja, dus... En wat ik dus eigenlijk wil doen, ik wil mensen inspireren om op een andere manier naar de wereld te kijken. Dat kan je alleen maar doen door zelf het voorbeeld te geven. Mm-hmm. En voor mij is het dus, ik gebruik ook bijvoorbeeld mijn fotografie weer als stukje basis voor mijn illustraties. Waar ik dus bijvoorbeeld... teken in foto's, waardoor er iets heel nieuws ontstaat. Okay. Ja, dus dat is inderdaad wel leuk als je het ook beide kan. Ja. Ja. Ik kan ook wel een lijntje trekken in die Photoshop, maar dat een beetje. Ja, en toch, een lijntje bestaat ook niet uit zoveel lijntjes, maar nee, dat is wel waar. Dat is waar, maar om consequent op diezelfde manier te kunnen tekenen. Ja, maar consequent op dezelfde manier tekenen. Ik denk ook in fotografie hoor je ook heel vaak van joh, mensen, een fotograaf moet een bepaalde stijl hebben om het goed te kunnen doen en om duidelijk zichtbaar te zijn en zo. En ja, ik heb daar natuurlijk wel weer een eigen mening over. Want ik vind het een beetje jammer. Ik zal niet heel hard roepen dat het onzin is, maar ik vind het wel jammer. Want ja, wat ik zie is dat, kijk, ik bedoel, je koopt ook een rookworst bij de HEMA, weet je wel. Dus ik wil niet, iedereen roept maar van ja, je moet een website hebben die één en hetzelfde ding uitstraalt. En er zit ook heel veel in, want dan is het herkenbaar. Maar tegelijkertijd denk ik van ja, het is toch wel niet de echte wereld. Want ik bedoel, op het treinstation kan je ook van alles kopen. En er is niks meer wat zich beperkt tot één ding. Dus hoe realistisch is het? Dus vandaar ook dat ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Mijn ervaring is dat veel beeldmakers, met name fotografen die ik ken, die zich echt gespecialiseerd hebben, ja, dat daar veel ook succesvolle mensen bij zitten. Terwijl mensen die een website vol hebben, wat ik doe van architectuur tot en met trouwreportages, ja, en nou overdrijf ik wellicht een beetje, ja, die hebben het vaak zwaarder, omdat het voor de opdrachtgever die op zoek is, niet duidelijk is van wat is nou de specialiteit van die fotograaf. Ja. Ja. En ze zoeken toch vaak iemand met een bepaalde specialiteit. Ik ben het wel met je eens, de wereld zit natuurlijk anders in, ja, in elkaar, want er zijn maar heel weinig mensen, heel weinig fotografen die kunnen bestaan op basis van één specialiteit. Er is gewoon te weinig werk voor, dus ze moeten ook wel wat breder werk laten zien. Maar ik geloof wel, ik geloof niet eerlijk gezegd dat mensen zoveel aspecten van de fotografie echt goed kunnen. Ik kan best voorstellen dat je ook een gebouw kunt fotograferen, dat je ook een trouwreportage kunt maken, ja, en dat je ook een productje op de foto kan zetten behoorlijk, maar het is altijd, ben ik van overtuigd, minder dan iemand die dagelijks producten op de foto zet, of dagelijks trouwreportages maakt, of dagelijks architectuurfotografie doet. Nee, dat is wel een verschil. We hebben de eerste vraag al gekregen van HM, wat betekent succes voor als beeldmaker, zeg maar. Ja. Ja. Wie vindt het leuk om die te beantwoorden? Ja, ik denk hadden we dat net al een beetje wat ja, ik denk dat dat voor iedere beeldmaker anders is. Wat wil je bereiken? De ene die zegt van ja, ik moet en ik wil mijn brood ermee verdienen. Nou, dan ben je misschien succesvol als jij je brood ermee weet te verdienen. Ja. De ander zegt van ik wil dat mijn beelden in een expositieruimte hangen. En dat de mensen ernaar komen kijken en dan ben ik succesvol. Ja. En weer een ander die is al blij als die een foto kan maken. Ja, ja, of thuis aan de muur hangen. Wat betekent het voor jou, staat er ook bij. Ik zie dat we ook nog een extra volger hebben, Lara, als ik het goed heb. Lara, als je een vraag hebt aan ons, als we een beeld vraagt, dan kan je die gewoon stellen. Wij zijn hier ook ons te antwoorden. Dus stel gerust je vraag. Ja. Wat betekent, want jij zei net voor een ander, wat betekent het voor jou? Succes in beeld maken? Voor mij is het tweeledig. Ik ben beroepsbeeldmaker. Dat betekent dus dat ik mijn brood mee moet verdienen. Dus als dat lukt, als ik iedere maand de vaste lasten kan betalen en ik hou nog een beetje over, dan is dat gedeeltelijk succesvol. Maar ik zeg heel vaak tegen mijn opdrachtgevers ook, op het moment dat ik mijn foto's of mijn beelden gestuurd heb of geleverd heb, of mijn video's, en ik krijg een reactie dat het goed bevallen is, dat het goed ontvangen is, dat mensen blij zijn, dan voel ik me meer succesvol dan het moment dat die factuur de deur uitstuurt. Dus het is een combinatie. Ik bedoel, ik heb gevoelsmatig liever een compliment voor mijn werk dan het geld. Maar ja, ik heb het geld wel hard nodig om van complimenten te koop je geen brood. Nee, precies. Ja. 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 Nou, Lara wil geen vraag stellen, zie je. Die verlaten, voor mij die is het... Voor jou? Voor mij betekent succes eigenlijk... dat is een klein beetje een verlengstuk van wat jij nu aangeeft. Ik wil heel graag bijdragen in het geluk van anderen. En dan tegelijkertijd mezelf ook bekrachtigen. Dus niet dat ik alleen maar voor iedereen er altijd ben, zonder dat ik er dan voor mezelf ben. Dus wel het financiële aspect in het oog houden. Maar het gaat mij er vooral om daadwerkelijk bij te dragen. Ja. Ja, dat geeft een goed gevoel natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Het is gewoon heel simpel. Als je iemand echt gelukkig hebt gemaakt en het is van, hé, wat zo gaaf wat ik nu voor elkaar heb gekregen en jij hebt me erbij geholpen. Ja, dat is gewoon superleuk. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, ik denk dat het ook van, ja, het is een aanvulling ook op jullie wat ik zeg. Het is dat gevoel dat het beste is. Ik denk dat het voor mij ook met beeldmaken en waar we nu met Obscura mee bezig zijn, is ook dat je durft te delen met elkaar. Dat het kennis delen is en dat je samenwerkingen daaruit krijgt, zeg maar. En dat het gewoon goed voelt ook om met andere beeldmakers om de tafel te zitten of om iets samen te doen, zeg maar. Ja, en ik denk dat dat voor mij succesvoller is dan de inkomsten die eruit komen. Je hebt het nodig, maar het is niet de hoofdmotor. Ja, en er zijn ook enorm veel mensen die heel hard roepen dat als je doet waar je passie ligt en waar je echt helemaal voor aanwakkert, dat het geld vanzelf komt. Ja. Dus ja, en dat vertrouwen, dat is er niet altijd. Maar dat, ja, dat nou ja, zou nou, wel... Daar ben ik denk ik iets te nuchter voor om te zeggen dat het geld vanzelf komt, daar geloof ik niet in. Je moet er hard voor werken. Ja, maar je moet er wel alles aan geven. 30 jaar met heel veel passie, maar geld is nog nooit vanzelf gegeven. Dus, en ik vind het woord passie, kijk, het is prachtig als je weet al dat het je passie is en je gaat ervoor en het blijkt dat je met je passie ook je brood kan verdienen. Dat is perfect, dat is ideaal. Maar verder denk ik dat we een beetje voorzichtig moeten zijn met dat woord passie te gebruiken. Iedereen moet maar een passie, dan moet je op zoek naar een passie. Nee, als het toevallig zo is, je kunt beter vanuit je interesse, vanuit je nieuwsgierigheid denk ik, erin stappen. Ja. En kijken, misschien wellicht wordt het een passie, wellicht niet. Maar ik vind het wordt te makkelijk gezegd door veel van die goeroes. Misschien wel passie. Met passie. Kijk, zullen we dat ervan maken? Ja, nou, ik denk dat alles wat je doet met passie per definitie beter is dan dat je er nonchalant in gaat. We krijgen Asker binnen. Om eventjes te zeggen wat we doen. We zitten hier aan tafel om vragen te beantwoorden. Dus als je een vraag aan ons hebt, stel hem gerust. We hebben hier 4 beeldmakers bij elkaar. En ik zou zeggen, laat weten of je het leuk vindt. Ik kan een paar hartjes geven. En als je een vraag wil stellen bij deze, wacht het even af. Toch? We hadden het over passie. Nee. Ja. En succes. Nee, hè? Ik zit even te kijken of ik heel snel jouw dingen uit kan nodigen. Volgens mij kun je dat zo doen. Zoiets over dat je deelt. Nee, ik zie je hartjes omhoog gaan zo. 58 en 51. Dankjewel, Barbara. Leuk. Ik weet niet of dat zo gaat. Maar kijk, je kan het delen als je via op poppetje Twitter, deelt. Ja, Facebook. Precies. Een koppeling ervan maken. Misschien moet ik dat ook even zelf bij die camera doen, dat ik het ook even kan delen. Ik weet niet wat jij wil. Er komt wel een mooie vraag binnen je deelt dan zeg maar deze uitzending. Komt er een vraag binnen? Ja, welke waarden hebben beeldmakers binnen de samenleving? Zo. Dat is best een heftige filosofische vraag. Ja, zeker voor de vrijdagmiddag. Ik weet niet of degene die de vraag stelt jouw antwoord net hoorde. Maar de waarden, je moet het zelf maar eventjes herhalen. Ja. Nou ja, het bijdragen in het geluk van anderen wat ik net zei, dat het voor mij, eigenlijk ben ik een wereldverbeteraar en wil ik gewoon de wereld verbeteren. Maar ja, ik bedoel, je moet klein beginnen en wellicht wordt het opgepakt. Maar de wereld laten zien op een andere manier kan je alleen maar doen door het zelf te starten en zelf de dingen die jij ziet, op de manier waarop jij ze ziet, te delen. Dus ik denk dat beeldmakers enorm veel waarde hebben. En dat ze het wellicht niet zozeer in de gaten zouden kunnen hebben. Sowieso is er natuurlijk voor beeldmakers in het nieuws enorm veel waarde. Precies, dat is denk ik een van de belangrijkste aspecten als het daarom gaat. Nieuwsfotografen of filmers. Filmers, ja. Die de problemen in de wereld toch in beeld brengen, zodat wij weten wat er aan de gang is. Ja. En daar weer wat mee kunnen doen. Dus ik denk dat wat jij zegt is een aspect. De nieuwsfotografie, nieuwsvideo is denk ik een belangrijk aspect. Maar ik denk ook commercieel gezien, ik fotografeer en film veel voor bedrijven. Ja, dat is ook een bepaalde waarde. Die bedrijven die hebben een verhaal te vertellen. En als je dat met beeld op een goede manier kan doen, en zij kunnen dat verhaal verspreiden, dat heeft ook waarde voor hun en voor hun klanten en potentiële klanten. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Ja, Precies, het is een cliché, maar het is wel waar. Ja, een goede foto is dat zo. Nou ja, als je nu kijkt naar video, dat zijn 25 beelden per seconde, dus kun je wel nagaan. Hoeveel woorden? Dat is 1,8 miljoen woorden, zo denk ik in de minuut. Ja. Ja, en met een foto heb je soms geen woorden nodig. Nee. Om toch een verhaal te vertellen. Ja, een goede foto heb je. Ik ga wat proberen tijdens de uitzending door. Ja, onze host is een beetje onrustig. Die loopt maar heen en weer. Ja, heen en weer. We hebben een uur, dus we kunnen wel. Ik kan via de uitzendcamera zeg maar geen linken delen. Ik zie dat jullie dat wel hebben, zeg maar. Dus ik zit even te kijken als ik hem dan volg via de... Ik denk dat ik misschien dan wel wat kan sturen. Dus dan misschien krijgen we een dubbelbeeld, zien we jou ook dichtbij. Dat zou ook nog kunnen. Gaan we eens even kijken. Nou, jullie mogen van mij wel lekker doorbabbelen. Ik heb wel wat is de vraag? Okay, hoe het beeld wordt weergegeven. Ik denk wel dat het steeds meer verhalend wordt, zeg maar. Dus dat je merkt dat het wel, dat er meer over na wordt gedacht. Ja. Snap je dat er niet zo wat geklikt wordt, maar dat er echt wel een beetje meer een verhaal achter het beeld zit vaak. Ik denk dat het ook een beetje, nou ik wil het geen hype noemen, maar de ontwikkeling in de marketing, de laatste, nou ja zeker de laatste 2 jaar, is heel erg content marketing. En content marketing is volgens mij per definitie het vertellen van verhalen. En daar gaat iedereen in mee, of je nou tekstschrijver bent of beeldmaker bent. Kijk, ik denk dat de ontwikkelingen wel zo zijn dat de meeste consumenten, de meeste mensen die prikken door te commerciële boodschappen en advertenties prikken ze er doorheen. Dat willen ze niet meer zien. Dus als je het voor elkaar weet te krijgen om een boodschap in een mooi verhaalvorm te gieten, ja, ik denk dat je dan meer kans hebt dat het opgepakt wordt. Ja. In welke vorm dan ook. Ja. Om nog even terug te komen op waar we mee begonnen. Van we hadden het over de website en dat je daarin toch als bijvoorbeeld portretfotograaf toch wel een bepaalde stijl hebt en dat je aan die stijl vasthoudt. En dat die groot en succesvol worden en dat degene die dat eigenlijk van alles en nog wat doen, zeg maar van het bosje bloemen tot, tot de raket, ik weet niet. Architectuur maakt niet uit. Wilde ik nog even op terugkomen, want ik zie mijzelf ook voornamelijk als kunstenaar. En ik ben mijn overkoepelende orgaan. En alles wat ik uitdraag aan beelden, dat hoort in dezelfde lijn bij elkaar. Logisch, want het komt uit jouw geest. Ja, precies. Precies. En dan dus mag ook alles eigenlijk. Dus in die zin wilde ik eigenlijk nog zeggen van, ik denk dat er een verschil is tussen een... vroeger had je een schilder en een schilder, een kunstschilder en een kunstschilder. En je had de kunstschilder die creëerde zelf. En je had de kunstschilder die deed het in opdracht en die schilderde landschappen. Alle twee zijn ze technisch vaardig. Alleen wat ze alle twee doen, kan niet meer verschillend zijn van elkaar. Het is ontzettend anders. Dus ik denk dat op het moment dat je een technisch fotograaf bent en je heel goed kunt fotograferen en je hele website volgooit met allemaal goede technische foto's, dat je het wel eens kunt vergeten dat je een eigen stem hebt. En dat je op een gegeven moment op zoek bent naar een bepaald recept voor een bepaald type foto. Ja. En dat een soort samenhang brengt in jouw werk. Ja. Maar op het moment dat je... ik denk namelijk dat er echt een verschil zit tussen in fotografie tussen de ene fotograaf en de andere. Ja. De ene die dus inderdaad technisch gewoon ontzettend goed is. Maar niet dat stukje eigen visie heeft. En daardoor wellicht wel goed kan zijn om in de dorpstraat zeg maar portretjes te schieten. Maar die nooit groot genoeg zal zijn. Maar zou het ook niet zo kunnen zijn dat die eigen visie ook ontstaat door ervaring? Dat bedoel ik ook een beetje. Ja. Kijk, als jij 20 jaar lang bezig bent met architectuurfotografie. Die techniek die heb je na een aantal jaar heb je dat wel onder de knie. Maar misschien ontstaat die visie, mocht je dat in eerste instantie niet hebben, in de loop van de jaren ook. En dat bedoel ik ook een beetje. Kijk, en als jij iedere dag met een andere discipline bezig bent, dan lijkt het me wel moeilijk om op al die facetten die visie te ontwikkelen. Ja. Ik ben er zelf nooit zo bewust mee bezig geweest. Ik hoor van andere mensen van ja, ik zie wel aan jouw fotografie dat van jouw hand komt. Niet in alle gevallen, maar in sommige gevallen. Dus kennelijk ontstaat dat door de jaren heen toch een bepaalde manier van werken. Die kennelijk bij mij past. Ja. Zonder dat ik daar heel erg bewust van ben geweest. Ik zie ook veel, een collega-fotograaf van ons, Victor van Leeuwen, een hele goede technische fotograaf, al jarenlang heel veel commerciële fotografie gedaan. Die is sinds een aantal jaar, ik weet niet hoe lang precies, wat intensiever aan de slag gegaan met vrij werk. En ik denk ook een beetje om die reden. Hij was natuurlijk altijd in opdracht aan het fotograferen. Natuurlijk kon hij daar zijn eigen stempel op drukken, zijn eigen visie op loslaten. Maar hij moest zich toch houden aan bepaalde opdrachten. En de laatste jaren zie je prachtig werk van hem verschijnen waar hij mee exposeert. En dan zie je de echte Victor van Leeuwen en zijn visie en zijn creativiteit. En dat is denk ik wat misschien nog, en ik zelf maak me daar ook schuldig aan, te weinig fotografen doen die commercieel werk doen. Dus die in opdracht fotograferen, want daar druk mee hebben, vergeten. Of nemen de tijd er niet voor om af en toe weer eens lekker met die camera op pad te gaan en vrij werk te gaan maken om nieuwe projecten te doen. Ik denk dat dat wel heel erg helpt om ook die visie of die eigen stempel. Ja, en ik denk ook dat het ik denk ook dat het iets heeft te maken met de durf om te experimenteren, ook om te falen. Want ja, ik bedoel, je moet eerst 10 keer onderuit gaan voordat je 1 keer recht het ook gewoon goed doet. Ja. En nou, ik bedoel, dat zijn onderwerpen, daar zijn duizenden boeken over geschreven. Ja. Het is ook best een beetje eng, toch? Ja. He, want je geeft je ziel en zaligheid, stop je in een bepaald beeld en je bent er zelf helemaal vol van. En dat is best lastig als je dan kritiek krijgt. Of weet je hoopt op opbouwkritiek. Maar ook dat is allemaal goed, maar negatieve kritiek of mensen die het niet mooi vinden, dat blijf je altijd houden. Ja. Zeker als je vrij werk gaat maken. Of jij zal het met kunstfotografie en met kunstwerken ook meemaken. Ja, niet iedereen absoluut. Ja. Vindt het mooi. Ja. Weer een nieuwe deelnemer erbij, dus eventjes onderbreken. We zijn bezig met vragen die je kan stellen via de Periscope. Kom je binnen net, stel gerust een vraag, kunnen we hem beantwoorden. Ik zie dat er net weer een paar binnenkwamen. Dus, wel over beeldmakers. Wel over beeld en beeldmaken. Hè. Ik weet niks van wiskunde. Nee, maar je zat er net ook lekker te babbelen. Ik wel hoor. Ja, jij wel. Dat is handig. Ja? Ik ken de tafel van 2. Ja, krijgt de beeldmaker wel voldoende erkenning van het grote publiek? Ja. Dat is wel een goede vraag. Ja. Ik denk het niet. Tenminste, ik weet niet wat erkenning is al. Ja. Kijk, er zijn natuurlijk wel een aantal prijzen die beeldmakers krijgen, laten we zeggen, een zilveren camera of dat soort dingen. Dus daar krijg je denk ik wel erkenning voor je werk. Hoe ver dat nog naar het grote publiek gaat. Dus niet echt het grote publiek, dat is meer de vak. Ja, dat zijn meer vakjuries die daarover spreken. Ik denk dat het in de afgelopen decennia wel heel erg veranderd is. Dat heeft met name met geld te maken, met budget. Ik kom zelf uit de mediawereld en ik merkte dat ik voorheen fotografeerde ik veel voor bladen en kranten. En daar werd ik redelijk tot goed voor betaald. En men zag ook het verschil tussen een foto die ik maakte of een amateurfoto of een foto van een journalist. Alhoewel, dat gebeurde toen nauwelijks. Op een gegeven moment werden de budgetten krapper, de advertentieinkomsten die werden minder. Dus redacteuren die gingen zelf op pad met een camera. Dus ze gingen een interview doen, namen een cameraatje mee. En zeker toen de digitale fotografie zijn intrede deed, was het natuurlijk allemaal, iedereen dacht, nu kan ik ook fotograferen. Dat is al ver daarvoor. Ik bedoel, ik kom van ongeveer voor de oorlog. Had je al toen de autofocus uitgevonden werd. Toen dacht ook iedereen al van nou, nu kan ik ook fotograferen. Het grote publiek kent vaak de namen van beeldmakers niet. Mm-hmm. De naam gewoon. Dus als je een foto langs ziet komen, dan weet je vaak niet. Nee, misschien ook niet. Alhoewel, ik heb daar wel andere ervaringen mee. Het grote publiek, nu niet meer, maar in de tijd dat mijn foto's veel kranten stonden en je naam stond er altijd netjes bij, dat werkte toch wel. Kijk, Ankie is ook erbij. Ja. Hi Ankie. Hallo. Maar ik zie toch de laatste tijd dat het wel weer toeneemt, dat de belangstelling voor mooie fotografie groter wordt bij het grote publiek. Mm-hmm. Ook in de media trouwens hoor. Ja. Ook in de media zie ik dat er weer meer aandacht besteed wordt aan, aan goede fotografie. Ik denk dat dat meevalt. Ja, ja, ik denk ook, het zou van mij meer mogen, maar hoeveel plek is er in ons land? Snap je? En ja. Dat is dan een beetje zo'n gevoel dat ik denk van, er mag meer aandacht zijn voor beeldmakers. Er zijn veel mooie beelden, er worden veel mooie beelden gebruikt. Daarvan wordt niet altijd onderschreven door wie het is gemaakt. Ja. Desalniettemin wordt wel het mooie beeld gedeeld, waar ik heel blij mee ben. Misschien is dat wel het belangrijkste. Hè? Misschien gaat het niet zozeer om de beeldmaker, maar wel om de erkenning voor het mooie professionele beeld. Ja. Of het mooie beeld, of het nou professioneel niet, maar de erkenning voor het mooie beeld. Ja. Ja. En ik zie daar wel de laatste tijd een vooruitgang in. Ja. Ook in tv, want daar moet je dan ook van hebben. Kijk, als een Humberto Tan tijdens zijn late night show een fotowerk laat zien aan een fotograaf. Ja, dat werkt natuurlijk als een trein. Nou, zo wordt het hier dadelijk natuurlijk. Zo is het hier natuurlijk ook. Ja. Onze eigen Humberto Tan, die hebben we weer over fotografie. Een beetje glad laten maken. Ja. Nee, nou, ik denk dat Café Obscura daar ook over gaat staan. Weet je? Daar staat maak kennis met beeldmakers. Ik wil juist ook alles laten zien wat achter het beeld zit en waarom het is gemaakt en wie het heeft gedaan en dat daar meer aandacht voor wordt besteed. Ja. En daardoor krijgen we ook dadelijk op een gegeven moment van meeloopdagen, dat je een dagje meeloopt met diegene hoe het beeld is gemaakt, waardoor je eigenlijk gaat zien wie het is en wie er zijn. En, ik denk dat je elke dag wel een dag kan vullen met een beeldmaker als je ziet hoeveel er zijn in Nederland, zeg maar. Ja. Het zijn er tussen de 10.000 en de 14.000 volgens mij die ingeschreven zijn. Nou ja, dan heb je nog de niet ingeschreven beeldmakers. Ja. En dan heb je nog de supergoeie fotografen die zichzelf geen fotograaf noemen, omdat ze bang zijn voor dat stukje van, oh jee, ik heb geen diploma. Ja, dat is niet nodig. Nee, zijn natuurlijk enorm veel goede fotografen. Ik denk dat als je beeld maakt, en het maakt niet uit in welke vorm dan ook, dat is het delen waard, dan is dat gewoon goed te doen. Weet je? En ik denk dat dat iets is wat we gaan zoeken, tot hoe ver we kunnen gaan binnen Café Obscura ook, wat beeldmaker blijft. Ja. Wat is een beeldmaker, hoe ver kan je dat doen? Beeldmaker en bitterbal. Beide beginnen met de B. Vrijdagmiddagborrel. Borrel met inhoud. Kijk, borrel met inhoud. Ja. De inhoud stijgt toch wel een beetje, of niet? Ik vind dat die wel aardig gaat, ja. Een paar inhoud, laten we zeggen. Maar ik zie dat er nog 2 andere bij zitten. Hebben jullie nog een leuke vraag voor ons? Ik zie... prangende vraag. Prangende vraag, ja, wie weet. Dus even te kijken wie het zijn. Ankie zie ik hier zo. En... nou, die andere is... er staat hier 6, maar er staan er nu 5. Ja. Ankie, heb jij een leuke vraag voor ons? Je bent er zelf 1. Ben ik er zelf 1? Bitterbal. Ja, ben ik er zelf 1. Nou, anders over. Ik ben er geen kijker, ik ben een uitzender, zeg maar. Ja, maar jij zit nu op zijn telefoon. Ja, oké, ik ben nu zelf een kijker. Ja, je bent weer terug. Ja. Ja, ik weet het, ik zag het. Ik gooide hem, gooide jou eruit. Gooide mij eruit. Die Tjapko interesseert zich helemaal niet in die show, die gooit zich elke keer eruit en weer erin. Kijk, die gaan we er ook bij. Het is een show waar je je vraag kan stellen, of een Periscope uitzending. Dus stel een leuke vraag aan ons, aan de beeldmakers die hier zitten. En wij beantwoorden hem voor je. Of we discussiëren erover. Of we discussiëren erover, als er geen antwoorden of geen vragen komen. Ja. Dus leuke vragen, stel ze gerust. Ja. Dus er weer eentje bij, zie ik. Ik krijg dat nou zo laat of zo. Nou, het is wel trager als ik daar kijk en ik zie hier terug zijn. Hey, Joanna, vertel. Nee, jij moet vertellen. Jij bent stagiaire. Ja. En jij, wat doe jij nu? Welke opleiding volgt? Fotografie. Ja. Aan het Grafisch Lyceum, hè? Rotterdam. En hoe denk jij? Want als ik voor mezelf praat, ik ben een oude fotograaf. Ik ben zo'n 8 jaar. Nou ja. Ja. Met bedrijf dan. Ja. En jij bent, denk ik, de jongste fotografen. Nee, 5 jaar geleden. Ik ben wel benieuwd of je dat kan zeggen. Of de generatie waar jij of die anders denken over beeld maken, over fotografie dan wij. Ik denk wel dat het, zeg maar, verschilt als ik zo naar mijn klas kijk en naar mensen die geen opleiding doen in fotografie, maar wel fotografie doen. Dat daar wel een verschil in zit, zeg maar. In of je een opleiding in hebt gedaan, denk ik wel, omdat je, zeg maar, de technieken leert, daar sowieso. En omdat je zoveel aan het oefenen bent, zeg maar, al die jaren door, dat je dan wel je eigen stijl creëert. En dan kan je wel een beetje het verschil zien tussen hoeveel je weet van fotografie en hoeveel niet, denk ik. Okay. En wat is jullie, als ik kan niet generaliseren wellicht, maar wat is jouw visie op de toekomst in de fotografie? Wat wil jij met fotografie gaan doen? Ik wil sowieso met modellen werken. En het klinkt heel raar, maar vrij werk, zeg maar, dat vind ik nog wel het leukste. En natuurlijk heb je wel opdrachten nodig voor je centjes. Maar ja, dus daar, ik wil dat denk ik een beetje combineren. Ik wil zeg maar voor iemand werken, wel in fotografie, dat wel. Maar daarnaast ook nog mijn vrije werk maken. Okay. Zodat ik nog wel zeg maar die mogelijkheid heb en mijn eigen portfolio kan creëren. Ja. Ja. En is dat iets wat veel van jouw klasgenoten, van jouw studiegenoten ook vinden? Denken die ook zo? Of is dat heel verschillend? Ja, dat verschilt een beetje. Want we hebben ook heel veel verschillende soorten fotografen. Zeg maar. De ene doet inderdaad journalistiek en de ander doet weer sport. En de ander doet weer producten. En de ander doet ook modellen. En dat verschilt heel erg eigenlijk. Ja. En ik denk dat wel heel veel fotografen uit mijn klas zelfstandig gaan worden. Tenzij ze dus een baan vinden via hun stage. Ja. Is dat wel te doen nog tegenwoordig? Ik zie eigenlijk nooit vacatures. Ja, zelfstandig kan wel, maar dat kan je altijd doen. Ja, of je brood kan verdienen is een tweede, maar om een baan te vinden binnen de fotografie, ik zie weinig vacatures over het algemeen. Ja, het is minder. Het is, ja, zeker in het jaar waar ik zit. Ik heb sowieso gehoord dat in het jaar waar ik zit, zijn er heel veel fotografieleerlingen. En het jaar onder ons, dat is al misschien een derde minder, om het zo maar te zeggen. Ja. Dus voor ons is het wel veel lastiger nu. Ja. Ja. Maar er komen nog steeds jaarlijks op diverse opleidingen heel veel aanmeldingen binnen, terwijl toch de spoeling best wel dun wordt in dit land als het gaat om fotografen. Ja. Dus dat vind ik, dat betekent toch dat je, dan moet je niet vanuit commerciële oogpunt, maar vanuit toch maar weer even die passie, idealisme bijna, dat vak in willen. Ja, klopt. En dat zijn er veel. Dat zijn er veel. Ja. Het valt me ieder jaar weer op dus hoeveel aanmeldingen er zijn. Klopt. En hoeveel van die, eigenlijk zou ik bijna een vraag willen stellen aan de scholen, aan het onderwijs. Van, worden de leerlingen ook getoetst op ondernemerschapskwaliteiten voordat ze aan een opleiding beginnen? Ik weet niet of dat nu een onderdeel van de opleiding is. Is dat een hebben een beetje marketing, maar voor de rest... Ja, inderdaad. Ik bedoel, als ze ons loslaten en je zegt, nou, je kan zelfstandig fotograaf worden, dan zouden we niet weten hoe we moeten beginnen. Nee, je krijgt zeg maar een A4'tje met daarop het nummer van de KVK en van de Belastingdienst, want zo ging het bij mij, hè. Ja. Die kreeg ik letterlijk gewoon mee. Ja. En dan was het van, oké, doe je best. Maar voor de rest hebben we niet echt van, hoe start je nou, wat heb je allemaal nodig? En waar moet je aan denken? Nee, en daarbij ook van, ben je uit het juiste hout gesneden? Want niet iedereen is materiaal om zelfstandig ondernemer te zijn. En ik denk ook dat niet iedereen in dienst kan werken. Dus het is, ik denk dat je gewoon... Ja. Dus, zeker, er zit zeker wel een verschil. En ik weet niet of je dat op die jonge leeftijd al kunt zien of bepalen. Soms is het ook gewoon een kwestie van doen en dan een keertje plat gaan, denk ik. Ja, met de lamp lopen kan ook. Ja, wat ik wel merk is dat, zeg maar, ik zelf ook hoor, dat ik wel meerdere dingen naast fotografie nu ga doen. Zeg maar, nou, ik doe bijvoorbeeld voor mijn werk flyers ontwerpen en post maken en dan een video erbij. En ik heb dan ook iemand in mijn klas die straks grafisch design gaat doen, volgens mij. Dus dan wil hij illustraties gaan maken en zo. Dus hij gaat wel dingen, zeg maar, er zijn mensen die dingen bij gaan leren, omdat eigenlijk de vraag naar fotografie zo klein wordt. Ja. En misschien gaat het nu wel weer omhoog hoor, dat kan wel. Omdat de indruk heb ik wel, maar het aanbod is natuurlijk, blijft natuurlijk ook enorm groot. Het aanbod aan fotografen. Dus ik denk inderdaad dat het ondernemerschap, met name het marketinggedeelte, voor iedere nieuwe fotograaf ontzettend belangrijk ook is. Ja. Voor alle fotografen, maar ook zeker voor nieuw. Je moet jezelf toch in de markt zetten. Ja, klopt. Merel Stuben, zeg ik dat goed? Ja. Van jou bekend? Nee. Wat is echt, of is het van jou bekend? Nee. Ik zie hartjes in de ogen. Van waar de hartjes in de ogen? zijn we wel benieuwd, ja. Zo, die knappe Tjapko waarschijnlijk hier, of niet? Ik weet niet hoe mijn hartjes in de ogen... Ik weet het niet, ik zie hartjes in de ogen. Ja. Je kan vragen stellen aan ons, we zitten hier om jouw vraag te beantwoorden. Allemaal beeldmakers, dus als je een vraag hebt over beeldmaken of iets dergelijks, je mag hem hier stellen. We kunnen daar op antwoorden, maar ik vind die vraag, ik wil weten waarom de hartjes in de ogen staan, Wel leuk, toch? Wel leuk, hè? Gezellig ook. Voor waarschijnlijk dat het beter is dan Umberto hier aan het einde van de tafel. Ik denk het ook. Ja. Nee, maar ik denk dat als je gaat kijken naar de uitwas aan jonge fotografen. Hoe word ik een beeldmaker? Ja, en dan zijn we net... wat is... Merel Stuur, wat is dit toch? Ja, dit is een vrijdagvragen zijn dit. Het zijn vrijdagvragen vanaf Café Obscura georganiseerd. En je kan gewoon op vrijdag vragen stellen aan beeldmakers die aan tafel zitten op dit moment. Over beeldmaken? Over beeldmaken. Over beeldmaker worden krijgen we net een vraag. Hoe word je beeldmaker? Fotografen, fysicisten, stylisten. Iedereen die met beeldmaken te maken heeft, is een beeldmaker, zeg maar. Weet je? Het is niet alleen maar fotografie. Video kan daarin zitten, in de breedste zin van het woord. Dus hoe word je beeldmaker is dan een hele algemene vraag. Wat is dat? Krijgen we met een allemaal, volgens mij is dit bijna een soort van spam lijkt het wel, weet je. Zo met dat je moet weghouden. Nou ja, ik zit al op Codarts. Wat is dat? Okay. Wat is dat? Hij is een kunstopleiding. Kunstopleiding, Codarts. Okay. En daar hebben ze allerlei stromingen. Ik neem aan dat deze persoon, ik weet niet of hij of zij. Ik denk een zij, ja. Maar en wat doet ze op Codarts? Ja, wat doe je op Codarts? Wat voor beeldmaker ben jij? Dans. Ah, dans. Hey. Nou ja, het heeft ook met beeldmaken te maken. Dat is trouwens wel heel goed, want jij bent filmer. Ja. Ja. En dans. Je bent zich uitstekend om verfilmd te worden. Ik heb toevallig niet specifiek dans, maar ik heb onlangs heb ik een aantal films afgerond voor Torbekkenonderwijs in Rotterdam. En Torbekkenonderwijs, die werken met allerlei profielen, heel veel sport, topsport, maar waaronder ook dans, en topdans. Dus ik heb daar ook een aantal dansklassen gefilmd. Dat was prachtig. Als dat mooi... Als dat... Nou ja, zij is een professioneel danser. Ja, daar weet je alles van. Maar... ik kan redelijk nuchter zijn, maar ik stond met die camera en ik had moeite om mijn camera stil te houden en te focussen op mijn werk. Want het was zo mooi wat ik zag. De combinatie van mooie muziek en mooie bewegingen. Ik kreeg echt zo'n dik kippenvel van. Dus dat was inderdaad mooi om te filmen ook, ook mooi om te fotograferen trouwens hoor. Om die street dance en hiphop. Dat heb ik ook gezien en ook gefotografeerd. Nou, als je nog soms modern is ook mooi. Ja, heb je nog een videograaf nodig? Tjapko Media. Tjapko meestelijke videomarketing, moet ik eigenlijk goed zeggen. Daar kun je altijd terecht om een mooi filmpje te maken. Maar kennis met Tjapko is dat dan moet zo te zeggen. Ja, kan altijd. Ja. Leuk. Maar ook fotografie is natuurlijk mooi. Beelden, dans hier prachtig. Dansfoto's. Heb je een vraag voor ons, laat maar zeggen, wat met beeld te maken heeft? Dans en beeld, hoe heb je daar een vraag die je binnenschiet, zeg maar? Eens even kijken. Beetje interactie. Ja, wordt er nooit gefotografeerd op Codarts dan? Volgende keer dansen in de studio. Dansen in de studio, wel ja. Dat vind ik wel... Als we de 50 volgen of 50 kijkers hebben, doe ik een dansje daarachter in de studio, hè? Nou, ik weet niet of we daarna blij van worden. Dan mag zij komen dansen. Maar ja, zij mag ook, je mag ook komen dansen. Kan ook. Ja. Ja. Het is wel leuk. Het is een vertraging, zeg maar. Dus je ziet hier mij dat dingen doen die al heb gezegd. Je kan dansen zien het VWO en dans. Ik doe ook VWO en dans. Ja. Oké, dat is dus wat, wat jij was toch ook VWO, wat je gefilmd had? Ja, verschillende niveaus. Van VWO, VMBO, ook hadden ze wel dans. Maar op Codarts doen ze dat dus kennelijk ook op die manier. VWO dans. Oké, dat is leuk. Ja, VWO bedoelden wij ja. Dat bedoelde jij? Ja. Ik. Maar had jij een vraag, Merel? Had jij een vraag wat betreft het maken van beeld of video of dat soort dingen? Oh, Merel Strubbe in de studio is ook goed. Je mag ook hier een dansje komen doen, dat is ook prima. Dan wordt het echt zo'n live show met een bed uit tanden. We hebben nu een bandje hier of een dansje. HAVO VWO is het waar ze op zit. Oké. Nou, leuk. Helemaal goed. Ja, toch? Hard werken en professioneel dansen en nog HAVO VWO. Ja. Knap hoor. Maar goed, we hadden net de vraag van hoe word je een beeldmaker? Ja, hoe word je een beeldmaker? Ja, dat is compleet. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik ben geneigd om te zeggen, dat ben je. Ja. Of dat ben je niet. Mm-hmm. Sommige mensen zijn geïnteresseerd in het maken van beelden. En sommige mensen zijn dat niet. En als je interesse hebt in iets, kun je dat ontwikkelen. Maar als je geen interesse hebt, dan word je het ook niet. Nee, je kan het wel, als je, laat maar zeggen, interesse is natuurlijk heel breed. Als je zegt van, ik ga het een keer proberen, kijken wat het is. Mm-hmm. En je ziet dat het dan niet lukt, dan weet je wel in ieder geval of je het geprobeerd hebt. Dus ik denk dat hoe word ik beeldmaker? Ik denk dat je het sowieso een keer moet proberen. Leen een camera, dan gebruik een camera, ga eens kijken wat je doet. Ja. Heb je er aanleg voor of geen aanleg voor? Ik werk ook sinds mijn 8e als model, maar dans is beter. Oké. Dus je staat wel eens voor de camera. Nou, je bent ook een beeldmaker. Ja. Maar ja, start is gewoon, denk ik, het doen. En te kijken of het je ligt of niet, denk ik. En als het je ligt, dan merk je het vanzelf wel. Dan ga je er in één keer in op. En als het je niet ik denk dat als je die vraag stelt, dan is er al een interesse. Dan heb je al het gevoel dat je iets ermee wilt. En dat is denk ik het begin. Ja. Sommigen die weten het van kinds af aan al. Die worden bij wijze van spreken mee geboren. Sommige mensen groeien ermee op omdat de mensen in de omgeving mee bezig zijn. Ze heeft wel met video of met beeld te maken. Zie je, ze heeft model staan voor Cool Cats, zegt ze. Dat is wel leuk. Okay. Nou. Dus je hebt wel wat ervaring met fotografen en beeld en dat soort dingen. Leuk. Ja, nee, ja. Hoe wil jij beeldmaker worden? Dat is wel goed, want jij zit in het begin daarvan. Ja. Hoe zie jij het voor je om beeldmaker te worden? Je bent nu bezig met school. Volgens mij al lang. Ja, ik denk, je bent het ook wel, maar ik bedoel meer van... Als je er gewoon mee bezig bent, dan ben je het. Ja. Is het hobbymatig, zeg maar. Klopt. Ja. Oké, over cars. Ze staat ook voor cars model. Mm-hmm. Leuk. En het maakt ook niet uit in welke richting je het doet of zo. Of hoe je het doet. Dat denk ik ook niet. Maar het zijn wel de stappen die je neemt. Wel, kijk, hoe word je het? Het zijn wel een aantal stappen die je moet nemen. Je kan niet iedereen hoeft naar school om beeldmaker te worden. Er zijn ook heel veel beeldmakers die het zichzelf aanleren. Ja, die pakken een camera, die gaan een beetje klooien, dingen schieten en die maken de mooiste foto's. Ja. En die hebben leuk beeld, laten we zeggen. Ja. Ik zie hier verbinding verloren. Ja, is dat bij mij dan of is dat... Nee, ik zie hem nog steeds hoor. Zie je nog steeds? Nou, ja. Ik zag ineens verbinding verloren. Nee, niet meer. Ja. Ik zie hem hier nog bewegen, dus dat gaat goed. Ja. Gek. Weet je wat het gek is? Nou. Mijn zoontje van 7, dat is een beeldmaker. Mm-hmm. Het is prachtig om te zien. Ik weet nu al dat hij later iets gaat doen met fotografie, kunst, tekenen, schilderen, weet niet wat. Maar dat zit er gewoon in. Ja. En dan heb ik er ook nog een van 5. Dat is dus geen beeldmaker op dit moment. Totaal niet geïnteresseerd in de dingen. Mm-hmm. En ook niet in wat voor vorm van creativiteit dan ook. Ja. Zelfs als dat ik soort hem aspecten kun je wel vrij vroeg zien. Zelfs als ik hem vraag van, joh, ik heb hier een krant. Wil je hem in 100 stukjes scheuren? Ja. Dan ze vraagt waar we zitten. Wil hij dat? Wij zitten in Delft. Hm. Sorry hoor, dan kun je intussen ook... Ja, dat geeft helemaal niet. Een dansje in Delft zou het dan worden. DD, dansje in Delft. DD, Double D, dat is de fotowinkel waar ik ooit begonnen ben. Als bedrijf, ja ook. Hè. We zitten in Delft. Mijn bedrijf heet Cafe Obscura. Je kan allemaal een rondje maken. Tjapko's bedrijf. Mijn bedrijf heet Tjapko Media en ik zit hier ook in de studio samen met Michel. Ja. Ja. Mijn bedrijf heet Barbera Ploeg Imaginations en ik zit in de omgeving van Delft. Dat wil zeggen Delft, Rotterdam, Pijnakker. Dus dat. Ja. Joanna? Ik heb nog geen officieel bedrijf. Ja, je bent een website. Ah ja, je kan op joannablankenburgh.com kijken. En ik loop nu stage bij Michel. Ja. Tot december. Ja. Gezellig. Ja. Aan te raden om een stagiair te nemen is gezellig. Heb je een beetje communicatie, een beetje gezelligheid. Moeilijk aan het werk te zetten. Dat komt door mijzelf. Ja. Dus ja, nee, waar waren we bij jou? Beeldmaker, zoon... Ja. Oh, ze komt uit Rotterdam. Nou, okay. Rotterdam is dat is in de buurt, een gezellige stad. 2 keer vallen en je bent er. Mooi stadion daar. Ja. Meerdere zelfs. Ja. Ik wou zeggen welke. Ja, oké. Ja. We hebben zo onze voorkeuren, hè? Maar mijn zoon, mijn jongste zoon is 12 en die is al de hele tijd bezig met vloggen. Wat leuk. Dus die heeft een oud cameraatje van mij en die loopt door het huis en buiten. En die neemt ook van die game filmpjes neemt hij op en dan maakt hij een YouTube kanaaltje en dan zit hij zelf te editen. Ja. En het is leuk om te zien hoe die jonge gasten, die jonge generatie, hoe makkelijk ze dat oppakken. Want ik kan me herinneren dat een van de eerste keren dat hij daarmee bezig was, hij had van mij een oude computer gekregen en daar stond het editprogramma op en hij zegt, pap, kom je dan straks, ik ga nu filmen, kom je dan straks even helpen met het editen? Ja. Ik zeg, ja, geef maar een geel als je zover bent. En ik had niks gehoord, dus op een gegeven moment ging ik naar boven. Ik zeg, Gijs, moet je nog helpen? Nee, het staat al op YouTube. Ja, en weet je wat het prachtig is? Ja. En dat is dus het verschil tussen kinderen en volwassenen. Of mensen die onderweg zijn naar volwassenheid. Ik weet niet. Want er zijn ook een hoop oude mensen die niet volwassen zijn. Dat even terzijde. mooie is dat kinderen die hebben weinig tot geen angst of schroom. En ze schamen zich niet voor wat dan ook. Mm-hmm. Ik heb een boek gemaakt, een geïllustreerd boek met poëzie erin. Super tof. Ik heb daar 10 dagen over gedaan. Ik dacht, zo knap man, ik heb dat in 10 dagen gedaan. Ja, die van 7, die doet dat in 1 uur, doet hij me dat na. Ja. Ik denk, hallo zeg. Maar gewoon zoveel plezier en gewoon, weet je, ik ga dat gewoon doen. Want ja, weet je, ik zie dat daar, dus ik ga dat ook gewoon doen. En ze doen het. En ze doen het ook nog hartstikke goed. Ja, ja. En ze groeien natuurlijk ook. Technisch gezien is het allemaal geen probleem voor ze. Dat snappen ze meteen. Ja. Ja, absoluut. Maar ik vind dat heel mooi om te zien. Want hoe word je beeldmaker? Ja, wat ik zeg. Ik heb echt het gevoel dat je dat in je hebt. Ik denk dat de nieuwe generatie... Eigenlijk zijn we allemaal beeldmakers. Want we lopen allemaal met onze gsm. Of met gsm, dat is het niet meer. Met onze smartphones. En je ziet hoeveel foto's... De jongens zijn allemaal op Instagram bezig. En op, hoe noem je dat andere foto? Pinterest. Pinterest. Dat gaat ineens stuk door, de hele dag door. Facebook, videootjes maken ze allemaal. Dus we zijn eigenlijk... Er zijn allemaal weinig mensen die geen beeldmaker zijn, denk ik. Ja, dat is ook zo. Mm-hmm. En dan heb je nog het verschil in het proces waarin je zit. Want volgens mij, als je net begint... Ja, je hebt er bepaalde tussen zitten die zo goed zijn dat ze gelijk de hele wereld omverblazen. Ja. Maar dit zijn er toch vrij weinig, laten we eerlijk zijn. Ja. Dus... Wat ik dan zie is dat je toch ook een soort periode hebt waarin je aan het ontdekken bent en aan het groeien bent. En dat je nog niet per se heel beroemd hoeft te zijn of superveel geld hoeft te verdienen als het al belangrijk zou zijn. Dat kan ook nooit gebeuren, heel beroemd en geld verdienen, maar toch dat je leuk werk doet of mooi werk maakt. Of in ieder geval voor jezelf en voor een bepaalde doelgroep leuk of mooi werk maakt. Maar vanaf welk moment ben je dan professioneel? Ja, maar dat heeft niks daar met die kwaliteit te maken, vind ik. Professioneel heeft alleen maar de letterlijke betekenis. Het is gewoon dat je er geld mee verdient. Ja. Dan ben je professioneel. Maar als het gaat om kwaliteit... Ik heb verschillende lezingen gegeven of trainingen gegeven. En ik kan me nog herinneren dat ik een keertje een soort presentatie gaf voor een fotoclub. En dan kreeg ik foto's te zien van die leden. En die mocht ik dan beoordelen en technisch bespreken. Dankbare klus. Ja, ik stond af en toe met mijn mond vol tanden, want ik zag dingen die ik denk van, ik wist niet eens hoe ze het gedaan hadden, zo mooi en zo knap. Weet je, dus dat heeft niks, en dat waren amateurs. Ja. Maar die besteden er waarschijnlijk net zoveel tijd aan als ik. Maar dat zijn mensen die, als ze er tijd in steken, tijd in hun eigen ideeën, met passie. En dan gaan ze experimenteren. En ik was toen, en nu nog steeds wel, voornamelijk bezig met het in opdracht maken van foto's. Dus je komt veel minder toe aan het zelf experimenteren. Dan moet je jezelf toezetten. Ja. En dus die professionaliteit heeft denk ik niks met kwaliteit te maken. Toch is dat wel wat mensen verwachten. Ja, ze verwachten van een professionele fotograaf, verwachten ze natuurlijk wel kwaliteit. Ja. En dat is ook terecht, denk ik, anders. Ja, maar ik vind het best wel lastig om die grens te leggen tussen amateur en professioneel. Want wat is nou professioneel? In kwaliteit bedoel je? Nee, gewoon in fotografie bijvoorbeeld. Zeg maar, ben je echt professioneel als je bijvoorbeeld je diploma hebt? Want je hebt ook zoveel goede fotografen die geen diploma hebben. Wat ik net zei, die moet er gewoon letterlijk nemen. Professioneel betekent dat het je professie is, dus dat je je geld ermee verdient. Ja. Maar dat zegt verder niks. Ik wou het zeggen, want die grens, zeg maar, inderdaad wat jij zegt over kwaliteit... Als je zegt, ik ben professioneel fotograaf, dan gaan mensen altijd vanuit dat je goede kwaliteit levert. Ja. Maar de meeste mensen zien wel of iets een goede foto is. Ja. Ja. Maar echt kwaliteit, kan een leek dat beoordelen? Veel niet, want hoe vaak hoor je het, hebben jullie vaak gehoord? Hij is mooi scherp, hoor ik dan wel eens. Hij is mooi scherp. Ja, dat is wel het minste wat je kan verwachten. Ja. 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 En zelfs ik heb een keer een foto gemaakt tijdens de Obscura Fotorace. Die alles was behalve scherp. Ja. Maar hij was echt fantastisch. Ja, natuurlijk. Er zijn veel aspecten. Als ik heel eerlijk ben, heb ik liever een serie van 12 foto's met 1 foto ertussen die wel de sfeer weergeeft die niet scherp is, dan dat ik een foto heb die de sfeer niet meegeeft, die gewoon zo scherp is als ik weet niet wat. Ja, het is zo objectief wat jij voelt bij zo'n beeld of ziet. Of dat hoeft een ander niet te voelen. Dat is met kunst precies hetzelfde. We kunnen alle twee naar hetzelfde schilderij staan te kijken. En jij kan er de kriebels van krijgen, zo'n mooi dingetje. En ik draai mezelf om en ik loop weg of andersom. Ja, dat is met fotografie natuurlijk ook zo. Ja, het is ook objectief. Het objectief. Ja. Ja. Zal ik dus ook eens zeggen hoe scherp we zijn? We zijn al bijna op 5 voor 5. Al 5 voor 5? Nee. Weet je. Ja. Het is nu eigenlijk 6 voor 5, maar... 10 mensen. Misschien wel een... Kijk. Dan moeten we er nog 40 bij hebben, 41 en dan gaan Michel een dansje doen. Dus wie gaat er nog meer mensen uitnodigen op Twitter? Want dat willen wij zien. Een leuke vraag aan Mal, ik zie dat je net binnenkomt. We hebben nog, ik zeg nu 5 minuten, maar het kan ook iets langer. Maar officieel hebben we tot 5 uur. Dus als je nog een leuke vraag hebt wat betreft over beeld maken, stemmen. Nu kan het nog. Ja. Superleuk dit trouwens. Ja toch? Ik vind het ook wel zeggen? Nee, ik vind het leuk. Het is ook hartstikke leuk. Het is sowieso leuk om allemaal nieuw fotografie en over beeld te zijn. Ja. Kijk, het is een beetje inderdaad een vrijdagmiddagborrel. Wat als jij net zei. Ja. Volgende keer toch die bitterballen regelen. Toch bitterballen. Was Eugène dat in dat zei? Ja, bitterballen. Maar dat is een goed idee. Ja. Beeldmakende bitterballen. Nou, dat valt te regelen, denk ik. Ja, toch? Ja. Sowieso het tentje waar wij hier smiddags altijd eten halen, Knabbel en Babbel. Die hebben zo'n... Knabbel en Babbel? Ja, die heet Knabbel en Babbel, is wel leuk. Maar die maken lekker eten, maar die hebben ook zo'n service voor dat ze witte ballen op schaal kunnen laten komen of hapjes. Dus daar kom je nu mee. Maak een beetje reclame voor ze. Ja. Dus dat is wel een referral link, dat je er wel voor betaald wordt. Nee, is wel leuk. Nee, zijn er nog mensen die vragen hebben, dan kan je ze nu nog stellen. Ik zou zeggen, gooi er wat in. Maar bitterballetje of zo. Bitterballetje of twee per persoon. Kom je ze zo brengen in Delft? Nee, het zou het wezen. Nee, ik vind het ook erg leuk dit. Het is natuurlijk de eerste keer, het is een verwennen, kijken wat het doet. En hoe heet dat? Nou ja, we hebben plek voor een mannetje of 10 aan tafel, zeg maar. Ja. Dan moet ik alleen de camera wel een stuk naar achter gaan zetten, denk ik. Maar dit werkt, met de camera daar en dit hier. Dus nee, dan kan ik hem misschien in de kast zetten. En dan heb je hem zo. Dus ja, wie weet, elke vrijdag weer nieuwe kansen. Weet je? En dan kunnen we kijken van wie er aanschuift en wat er besproken gaat worden, zeg maar. Dat is iets wat we doen. Ja, toch? Superleuk. En ik vond het erg leuk. Ik vind het nog steeds erg leuk om te kijken eerst. Ja, misschien komen er wel vragen op een gegeven moment op Passant waar je bijvoorbeeld thema's kan misschien kunnen bedenken. We een thread op Café Obscura of op Twitter openen ofzo. Ja. Van, joh, gooi topics hierop. Ja, dat kan ook. Kunnen we per topic een keer... Ja, dan kun je wat mensen uitnodigen die op bepaalde wat denk ik dat jullie handig is, een groep op Facebook of zo, laten we zeggen, dat je daar dingen kan stellen? Of zeg je van, echt op de site zelf? Of? Ik denk dat je een uurtje voordat je gaat beginnen op Twitter met de hashtag fotografie. Ja, de hashtag die we hiervoor gebruiken is hashtag Obscura VV. Dat snap ik, maar je wil wel dat alle fotografen daarop gaan acteren. Dus hashtag fotografie ook. Dat die er ook bij zit. Durft vragen, wat zou jij nou willen weten? Ja. Of als je hem online gaat plaatsen op YouTube of zo, dat ze in een reactie kunnen zetten. Nee, in YouTube kunnen natuurlijk ook nog achteraf reacties doen natuurlijk. Ja. Dat je een soort van Q&A doet of zo. Is dat nog wel relaxed, hè? Dat we hem gewoon in YouTube plaatsen en dan... dat kan je met deze natuurlijk daarna gewoon opslaan en dan... Dan kan ik me best voorstellen misschien mensen zeggen, nou ik wil wel eens een uurtje mensen horen praten over architectuurfotografie of over weet ik veel, wat voor vorm. Ja. En dan kun je ook kijken of we speciale gasten daarvoor kunnen uitnodigen die daar over kunnen en willen praten. Ja. Nou, misschien even leuk afsluiten en we allemaal nog een klein afsluitertje, iets van iets leuks. Schiet er bij jou op de binnentje, leuk om even af te sluiten. Nou, ik kan niet wachten tot je gaat dansen, maar dat is na de uitzending pas. Ik zie dat 9 erop staan nu hier zo, dus een klein dansje. Ja, een klein dansje, kan. Eerste vrijdag vragen zitten. Ik zou zeggen, volgende week allemaal kijken als we tot de 50 komen. Van, met de 50 ook een dansje. Ja, nee, wat ik wil zeggen is gewoon van, ik denk dat het belangrijk is dat als je beeldmaker bent of wilt zijn, dat je... energie steekt in het creëren van je eigen droom. Want als je niks doet, kom je nergens. Om te beginnen. En ik geloof dat ik het met jou ook wel eens over gehad heb. Van het is belangrijk om je eigen werk ook te laten zien. Omdat mensen graag willen weten wie de persoon achter het bedrijf is of achter het beeld is. Ja. Laten we gewoon beginnen met 5 minuten per dag. Ja. 's Ochtends als je wakker wordt, het eerste wat je doet is een foto maken van iets. Maakt niet uit of je tandenborstel is of... Blijf praten. Gewoon iets. 5 minuten per dag. Ja. Dan... 5 minuten hebben we allemaal, toch? Ik denk dat veel mensen er toch al mee bezig zijn. Alleen op een andere manier. Ik denk met smartphones. Ik zet deze tip ook gewoon op tafel neer. Dat is. Dus ik weet niet of ze hem kunnen